Ik heb het vooral gekozen omdat ik het gewoon mooi vind. Ik vind het echt mooi en het past perfect binnen het kader. Het is ook bewust gemaakt voor deze ruimte en bewust voor het Vlaams parlement. Bij Roger Aveel zie je eigenlijk altijd een aantal zaken terugkomen. Zijnde een figuur die meestal onbekend is gemaakt. Sommigen zeggen dat is verwijzing naar Norbert de Batelier, de eerste voorzitter van het Vlaams parlement. Ook de schilder zelf vermoeden we langs de achterkant met de pet steeds weer komend. Ook de vrouw, maar dan het figuratieve enkel, herleid tot dat. En vooral het gebruik van spiegels en voorwerpen. Weerspiegeling, daardoor de twee zuilen ook. Daarmee kan hij spelen met de omgeving. Mensen zien elkaar, het geeft een ruimtelijk effect. Maar bijvoorbeeld als je voor de spiegel gaat staan hier, ga je dus met twee mensen andere kant, dan gaat telkens het bovenste en het gedeelte wisselbaar zijn. Maar ik vind vooral, het is heel mooi geconcipieerd in de ruimte. Het past er eigenlijk perfect in. En je ziet het oude statige met eigenlijk het moderne van Roger Aveel. En dat vind ik eigenlijk wel heel knap gedaan. Ik ben Marius Meiremans, Vlaams parlementslid voor de N-VA, ook lid van de Commissie Cultuur. En dit is mijn favoriet kunstwerk. Het is een bezinning over de illusie van de macht door Roger Aveel.